Chris, goedemiddag. Hoe is het? Goedemiddag. Hey, ja, lekker. Hoi. Bij jou? Chris of Christian? Christian. Christian. Ja. Maar de meesten noemen je Chris, of wat? De meesten noemen me Chris, ja. Ja. Of Lange, maar dat lekker is kort. Meer voor de collega's. Ja, maar Christian Davids, vertel eens even wie je bent. Want ik weet dat je een kok bent en ik weet dat je wat nieuws aan het doen bent. Maar waar kom je vandaan? Nou, ik ben Christian Davids. Ik ben inderdaad kok, eigenlijk. Dat doe ik eigenlijk fulltime. Alleen in mijn vakanties en in mijn weekenden en vrije dagen vind ik het leuk om bezig te zijn. En ben ik begonnen met macarons maken. Ja, en macarons, hè? Want het is een heel bekend woord. Maar wat is nou precies een macaron eigenlijk? Macaron is eigenlijk een, je ziet het als een gebakje, koekje. Zit er een beetje tussenin. Komt uit Frankrijk. En ik vond iets dat we hier misten. Ja, want ik heb even rondgekeken zo. Hè? Want ik denk van, goh... Waar is het allemaal verkrijgbaar? Maar er zijn geen winkels die erin gespecialiseerd zijn. Hè? We hadden Buddies een paar jaar geleden. Ja. Maar die zaken zijn inmiddels alweer weg. Klopt. En bij sommige bakkers wordt het verkocht. Ja, bakkers specialiseren er soms ook op. Maar merken dan toch dat het af en toe heel lastig is om goed te doen. Voor mij ook nog steeds. En zeker als je het naast je bakkerswinkel wil runnen, is het gewoon best wel tijdsintensief. Ja. Dus ik probeer me echt volledig op macarons te focussen. En daardoor heb ik daar iets meer marge op. Ja. En wat je zegt, het is niet verkrijgbaar. Het is in de supermarkten verkrijgbaar, maar dat is niet hetzelfde product, vind ik. Ja, ja. Nou kijk, en nu zitten we bij het Zeeuws Ministerie van Chocolade Culinaire Zaken. Klopt. Dat is niet jouw winkel, dat is van Marco en Manon. Die zitten er al behoorlijk lang alweer. Maar daar werk jij wel. Dus jij bent een soort start-up binnen deze winkel. Maar ik begrijp dat jij ook hier een paar dagen in de week macarons zal verkopen? Ja, klopt. We gaan binnenkort gaan we hier op de weekenden gaan we macarons hier verkopen. Die worden op is op gehanteerd. Omdat het is een houdbaar product en het is een start-up. Dus wij gaan stapjes maken. Er worden boxen samengesteld. En we zijn begonnen met een klein vitrinetje. En wie weet breidt het zich uit. Dat gaan we snel zien. Ja, want ik zag, je hebt ook een website. Dus als mensen nou willen bestellen. Je kan van donderdag tot en met zaterdag kan je hier in de winkel terecht. Klopt. Maar alleen op basis van beschikbaarheid. Hè, dus het is waar je die week aan toe kwam. Ja. Maar mensen kunnen dan ook reserveren of bestellen. Klopt. De winkel is in principe op basis van beschikbaarheid. En mijn eigen website en mijn Insta ben ik 24/7 bereikbaar voor bestellingen. En dan kan ik ook gewoon op iedere order maken die men wil. Nou, okay. Dus dat doe ik eigenlijk gewoon 24/7. Dus we kunnen eigenlijk vaststellen, we hebben een nieuwe onderneming in Middelburg, binnen een onderneming. Ja, dat klopt. Ja, daar gelieerd aan. Ja. Nou, superleuk. En is er nu al veel vraag naar macarons? Ik ben nu een klein jaartje bezig. Eerst met de testfase, toen met recepten proberen, toen met smaken proberen, materiaal. En ik heb nu in de afgelopen 5 maanden, denk ik, zit ik al bijna aan mijn 6000ste macaron. Okay. In 5 maanden. Dus er is zeker vraag. Dat gaat prima, ja. Ja. Wat doe je nu precies? Ik meng het amandelmeel en de poedersuiker. En ik blend ze helemaal strak en glad. Daardoor is je macaron zo meteen heel mooi glad en komen er geen korrels meer in. Okay. Hoe lang is het productieproces van setje macarons? Setje aan 200 ongeveer maak ik in een half uurtje 40 minuten. Okay. Ja, dus, en dan de serie daarop volgend is een uurtje ongeveer, dan is het weer 40 minuten en dan weer een uurtje. Dat heeft precies een beetje te maken met de spullen die ik heb en wat ik dan moet klaarzetten. Ja, ja. Ja, hier komt het eigenlijk op aan. Je eiwit op de perfecte manier stijf kloppen. En voor mijn macarons, voor mijn recept is op deze manier een stijve piek, noem je dat. Is voor mij perfect om de macarons mee te maken. Okay, nou ja, vandaar dat je zo even doorroest. Ja. Ja. En nu ga je alles mixen, maar die macarons die vallen natuurlijk ook op omdat ze zo kleurrijk zijn. En ik zie regenboogkleurtjes, roze, groen. Klopt. We kunnen alle kleuren maken die je eigenlijk wenst. Deze batch gaan we geel maken. Ik heb hier een beetje gele kleurstof. Die gaan we zo toevoegen. En daar maken we dan vandaag de pina colada macaron mee. Pina colada? Pina colada. En dat smaakt net als het drankje pina colada, of niet? 100% hetzelfde. Oké. Ja. En wij doen hem alcoholvrij. Om ook nog kindvriendelijk te houden. Want je hebt ook alcoholhoudende macarons? Ja, ik heb een champagne macaron ook. Oh ja? Die heb ik toevallig hier ook bij. Ja, want ik zie, dat is eigenlijk al heel tot de verbeelding spreken. Het is een bakje met, ik zie zwarte met stippeltjes, ik zie gele met streepjes. Maar wat zijn dit voor smaken? We hebben hier een hele variatie. We beginnen hier met champagne macaron.
Dan hebben we een Bailey's macaron. Die is alcoholvrij ook. Passievrucht, sinaasappel, pistache, Zeeuwse bolus. Oh ja. Nog een pistache in een andere kleur. Framboos, Oreo, citroen. Dit wordt de pina colada macaron van deze batch. En dan de vanille. Ja, het is dat is een hele breed palet is het ja, eigenlijk. Ja, dat is... Kunnen mensen dan ook bijvoorbeeld, als ze van tevoren ruime verzoekjes bij jou doen, is dat ook mogelijk? Of ja. Is het wel wat jij allemaal zelf beslist of uitzoekt? Nou, in principe is alles op bestelling mogelijk. Afhankelijk van mijn tijd en mijn andere werk in de week en de grootte van de bestelling is het soms een week wachten. Maar meestal heb ik alles binnen 3-4 dagen aan bestellingen gereed. Wat doe je nou? Ik tik ze glad, zodat zo meteen alles perfect uit de oven komt en er geen bobbels meer op zitten. Met alle luchtbelletjes. Oh ja, ze zakken er gewoon in. Ja. Die zijn eruit. Jij bent ook altijd een beetje met je ruimte bezig, maar Chris, die kan je er goed bij hebben. Hè? Ja, nee, klopt. De keuken is natuurlijk ook met tijd te weinig door bezet, maar daar kan je wisselwerking in aanbrengen. En wij geven hem graag de ruimte om zijn hobby, dit is onze hobby, om zijn hobby ook naar een volgend plan te tillen. Ja, en nou weet ik, jij bent een jongen die heel veel dingen graag zelf doet. Dat denk ik toch, hè? Je bent ook kok geweest. Er zitten heel veel parallellen in, ja, zie ik. Ja, ja, ja. Maar jij hebt niet gedacht, die macarons, dat ga ik zelf maar doen. Maar deze keer, dat is toch... Ja, ik zoek ook een leven ergens. Ja, ja, want het is wel waar. Chris, laten we eerlijk zijn. Er zit best wel wat werk in. Hè? Er zit veel werk in. Ja. Het is niet altijd even makkelijk. Maar... Er gaat ook wel eens een bedje mis, maar met vallen en opstaan heb je toch geleerd. Ja, ja, eigenlijk, ja. Het is net als chocola in principe. Het moet je passie zijn, je moet er veel tijd in steken en dan komt er echt wel iets moois uit. Ja, bij jou ging het eerste jaar de chocola ook wel anders dan dat het nu ja, is. Tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja. De schade en schande moet je wijs zijn. Dat is gewoon een normaal leerproces. Maar het is in ieder geval ambachtelijk en je bent enthousiast. Veel succes, dankjewel. Dank